Konnichiwa en welkom terug op mijn kanaal. De oplettende kijker heeft vast gezien op al mijn social media kanalen dat ik nog niet zo heel lang terug ben uit the land of the rising sun, namelijk Japan. Ik was namelijk 10 dagen lang in Tokio samen met mijn vriend en het was een bizarre ervaring, althans voor mij. Ik was er nog nooit geweest, het was mijn eerste keer. Mijn vriend is al vaker geweest, die heeft namelijk van kleins af aan al een fascinatie voor Japan en is al een aantal keer in Tokio geweest. En wilde dat graag een keer aan mij laten zien, dus zo gezegd, zo gedaan. En in deze video neem ik jullie een beetje mee op die trip. Ik moet wel bekennen dat ik niet zoveel gefilmd heb als wat ik eigenlijk had gewild en had gekund. Maar ik was natuurlijk ook op vakantie en ik wil dan ook een beetje genieten van het moment en niet de hele tijd met een camera in mijn hand lopen. Al was er ook een andere reden dat ik niet zoveel beeldmateriaal heb geschoten. En daar kom ik aan het eind van deze video nog even op terug. Dus laten we maar snel gaan kijken. Voordat ik het vergeet, want hè, zo ben ik. Gaan we heen. Japan. One eternity later. Oh. Hallo. Het is voor ons nu 11 uur 's avonds. Maar dat is het natuurlijk niet. Want het is hier nu, het is het 7 uur 's ochtends. Nee. Ja? 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 Oh. 7 uur 's ochtends. En we moeten nog een hele dag wakker blijven. Ladies and gentlemen, very good morning. Oh, ladies and gentlemen. Het is niks bijzonders. Hij zegt gewoon dat we gaan landen. Zo. Want we moeten nog 40 minuten ongeveer. Ik heb misschien 1,5 uur geslapen. Ik moet zeggen, ik ben heel blij dat ik kon liggen hier. Het was super relaxed natuurlijk. Shout-out naar jouw vader, want die heeft het voor ons gefixt. Maak me blij mee. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik iets meer zou kunnen slapen. Het viel me dus een beetje tegen. Maar het scheelde wel dat ik zo kon liggen. Helemaal plat. Fantastisch. Zo, nou. Made it! We finally made it! Ik heb een déjà vu. Dat is vet raar. Maar dat zal wel door de vermoeidheid komen. Wauw. We zijn in Tokio. En waar we zijn, geen idee. Vlak bij het hotel. We zijn er pas net. We kunnen ook nog niet het hotel in. We kunnen pas om 12 uur inchecken. En het is nu 10:30. Dus het valt op zich mee. Dus we gaan maar even kijken of we in de buurt ergens wat kunnen eten of drinken. Koffie. Café. Oh, koffie. Welkom bij MTV Cribs. Check out the biggest room I've ever slept in. Dat is het. Gaan we naartoe? Shibuya. Shibuya. Ik kan dat niet zoals hij zegt. Hallo en welkom. Shibuya. Wat zei ik? Shibuya. Shibuya. Kaart.
dit is de tweede keer dat we hier zijn. En iedere keer als ik hier loop, dan heb ik dat kutliedje van Gwen Stefani in mijn hoofd. Holla Back Girl, is het dat? Volgens mij wel. Cause there ain't no Holla Back Girl. Japaris. Ja, ik, we gaan eigenlijk doen. Lopen. We doen niet anders. We zijn alleen maar aan het lopen en aan het kijken en vooral niks aan het kopen eigenlijk. Nou, je hebt net een broek gekocht. Zijn broek was kapot. Dus hebben we zijn nieuwe broek. En oh ja, we zijn eigenlijk nog op zoek naar schoenen voor jou. Ja, ik heb eigenlijk nog helemaal niks gekocht behalve een trui. Maar dat is eigenlijk voor in het vliegtuig. Dus ik heb ook niks om te laten zien eigenlijk. Gek van al die muziek hier op elkaar heen. Oh, wat ik jullie nog wel straks wil laten zien is, als je hier dus een single uit hebt, als muzikant, band, popgroep, whatever, dan rijden er dus allemaal bussen en vrachtwagens rond met gigantische posters erop of gewoon plaatjes erop en muziek uit de vrachtwagen. Dit is voor mij compleet nieuw. Ik snap er helemaal niks van. Maar ik zie het al helemaal voor me dat ik zelf op zo'n vrachtwagen sta. Big in Japan, bitch. Delen. Oeh. Oh, dat lust Lisa wel, hoor. Dat lust Lisa wel. Face. Ik heb koud, maar verder voel ik me prima. Ik heb een lekkere highball op. 3, 4? Sorry. Wat is dat? Whisky met spa, rood en ananassap. Top. Let's look at some fish. Het fijne aan Japan is dat je nooit dorst hoeft te lijden als je over straat loopt. Want kijk. Jij wil koffie, hè? Ja, lekker. Warme koffie? Ja, lekker. Oké. Deze?
Ja, koffie met melk, vooruit. Oh, het is ook echt warm. Alsjeblieft. Dankjewel. Lekker? Oh. Nee, serieus lekker. Ja? Ja. En warm. Nou, dat kan gewoon hier. Dat kan. Ja, want alles wat rood is, is warm. En alles wat blauw is, is koud. Kijk, monster. Ja. Yeah. Zo, het is heerlijk weer. Is het niet? Het is heerlijk weer. Het heeft de afgelopen 2 dagen bijna alleen maar geregend. En het was heel koud. En nu is vandaag is het gewoon 17 graden. Dus ik dacht, we gaan een mooi park opzoeken. En waar zijn we? Hoe heet het? Rikugien. Rikugien. Of zoiets. Of zoiets. Lisa die durft het aan om in de Tokyo Skytree te gaan. Ik ben echt geen held met hoogtes, dus ik doe het echt niet. Maar ik ben er wel heel trots op hoor. Maar ik ga niet 350, 450 meter omhoog, doe ik gewoon niet. Dus ja. Ja, zo ziet het ding eruit. Hier. Ja, ga weg joh. Dat doe ik gewoon niet. Dat doe ik gewoon echt niet. Kijk dan. Oké, ik ben dus nu in de Tokyo Skytree. Die staat eigenlijk tegenover ons hotel. Alessandro is niet mee, want die durft niet. Die heeft een beetje hoogtevrees. Je hebt verschillende verdiepingen. Ik sta nu nog op de laagste. En ik ben nu al, wat is het? 634 meter hoog. Oh shit. Ik ben trouwens net met een lift omhoog gegaan naar de 15e verdieping. In, of zeg ik dat niet goed? Ik weet niet op welke verdieping ik zit. Volgens mij wel. Oh nee, 350ste verdieping in 15 seconden. En mijn oren zitten ook helemaal dicht. Oké, ik ga nu naar de volgende verdieping. Ik vind dit al typisch hoog. Ik weet ook niet hoe hoog het is, maar daar kom ik straks achter. Coronamasker. Ik ben dus nu op de 350ste verdieping. En dat is nog 100 meter hoger dan waar ik net was. Het is zo hoog. Maar ja, vanaf hier lijkt het gewoon een beetje op Madurodam. Je beseft eigenlijk helemaal niet meer dat je zo hoog zit. Het enige waar je het aan merkt is aan je oren. Ik mag toch hopen dat deze mensen goud geld verdienen als dit je baan is. Als je hier glazen moet wassen. Oh my god. Thuis. Tot zover een heel klein kijkje in onze trip naar Japan. Ik vond het echt heel erg gek. Ik vond het tof om het een keer meegemaakt te hebben. Het is natuurlijk een compleet andere wereld. Een heel ander land met hele andere gebruiken. Heel ander soort mensen. Ze zijn best wel gesloten. En nou, ze spreken ook niet heel goed Engels. Dus dat was soms wel een beetje lastig. Maar desalniettemin vond ik het echt super tof. En heb ik er onwijs van genoten. Zoals ik aan het begin van deze video zei, heb ik helaas niet al het beeldmateriaal kunnen schieten wat ik eigenlijk had gewild. En dat had dus niet alleen te maken met het feit dat ik op vakantie was. Maar het had ook te maken met het coronavirus.
Nadat we ongeveer, ik denk 2 dagen in Tokio waren, kwam er steeds meer nieuws naar buiten over het coronavirus. Steeds slechter nieuws ook, want er raakten steeds meer mensen besmet en er gingen steeds meer mensen dood aan het virus. En dat baarde ons toch een beetje zorgen, aangezien Tokio echt een gigantische trekpleister is voor heel veel Chinezen. Er liepen daar echt heel veel Chinezen rond. En daar doe je natuurlijk helemaal niks aan. Het was daardoor wel spannend of zo, want bij elk kuchje en elk niche raak je een soort van lichte paniek. Omdat, mensen hoesten en niezen niet altijd met een hand voor hun mond op straat. Dus je bent gewoon extra alert de hele tijd. En ik was er gewoon heel erg mee bezig. En dat vond ik toch wel jammer. Het heeft toch gezorgd voor een soort van smetje op deze reis. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling geweest. Maar goed, het is wat het is. We hebben er op een gegeven moment dus ook maar voor gekozen om mondkapjes te gaan dragen. En om echt super toeristische plekken te vermijden. Zoals de Tsukiji Fish Market, waar ik graag naartoe wilde. Maar ook wist dat daar heel veel Chinezen rondliepen. En Asakusa, waar we al wel waren geweest, maar helaas nog niks hadden gefilmd. Daar zijn we maar niet terug naartoe gegaan, omdat we toen ook al merkten dat het daar gewoon... Het wemelde letterlijk van de Chinezen. Ik heb absoluut niks tegen Chinezen. Mensen begrijpen dat heel goed. Maar het is gewoon... Het nieuws was gewoon beangstigend. En aangezien we nog niet heel veel wisten over het virus. En eigenlijk nog steeds niet. Wilde gewoon extra voorzichtig zijn. Gelukkig heeft het verder de pret niet gedrukt. En ben ik heel blij dat ik geweest ben. En dat ik Tokio van mijn bucketlist kan afstrepen. Dus ik vond het echt heel erg tof. Vonden jullie deze video nou leuk? Geef hem dan even een duimpje omhoog. En abonneer je ook even op mijn kanaal. Want ik heb een doel voor dit jaar. Namelijk, ik wil heel graag de 5000 subscribers halen dit jaar. En ik denk dat dat met jullie hulp prima gaat lukken. Voor nu, arigato voor het kijken. En heel graag tot bij een nieuwe video. Dankjewel.